laat ook maar. Die telefoon is echt leeg ook. Ik zet de radio aan. Goedemiddag, het is 12 uur. Echo is op 3. Door een grote stroomstoring is de A12 in de richting van Utrecht afgesloten. De oorzaak is kortsluiting en brand in een stroomstation. Omrijden kan, maar reken op minimaal 1,5 uur extra reistijd. Deze dag! Oh, ik ben echt veel te laat, maar ik maak deze week dus een video over het stroomnet. Over het wat? Precies. Dat is echt bonnetje vol en dat is heel onhandig. Het blijft raar klinken. Het energienet is op veel punten in Nederland te vol. Iedereen moet van het gas af en omschakelen naar stroom. Maar als iedereen zich meldt, is er ineens geen stroom genoeg. Paniek. Ja, dat bedoel ik dus. Het draait ook gewoon niet door. Nou, whatever. Ik moet echt naar Hilversum, maar in de tussentijd heb ik dit voor je. Oké, even wat rust. Ik word gek van die gozer. Kijk, het klinkt en is gelukkig ook vanzelfsprekend. Stroom. Stekker in het stopcontact en je hebt het. Maar niets is minder waar. Check dit. Is de capaciteitskaart van ons elektriciteitsnet. Hele mond vol, maar het laat zien waar grote stroomgebruikers geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Donkerrood betekent helemaal niet, lichtrood bijna niet, geel is beperkt en groen is beschikbaar. Met andere woorden, wil jij hier, hier of hier een nieuw bedrijf, school of woonwijk neerzetten, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk geen stroom. En als je nou denkt, ja, dat kunnen we toch fixen met zonnepanelen of windmolens? Nou, niet echt. Want dit is de productiekaart. En hierop zie je op welke plekken bedrijven aangesloten worden die stroom willen terugleveren. Dus dat zijn nieuwe zonneweiden en windparken. Bijna het hele land is rood. En dat wil zeggen, het netwerk kan dit niet aan. Nogmaals, onhandig. Want iedereen moet nu overstappen van gas op elektriciteit. Maar het stroomnet kan dat niet aan. En in 2030 moet 70% van onze energie uit groene bronnen komen. Dat staat in het klimaatakkoord. Maar op deze manier gaan we er nooit komen. En ik ook niet op werk trouwens. Pff, gelukkig wel weer batterij, man. Even kijken, even bellen. Yo, Dan. Hey, luister dan. Kun je wat voor me doen? Mijn wekker is niet afgegaan door die stroomstoring toch, dus die telly is niet opgeladen. Maar die video over dat stroomnet moet echt af. En ik zweer het je, ik ben er nog lang niet. Kun jij die niet even maken gewoon? Rijdt niet, man. De stroomstoring die al voor de nodige problemen zorgt op de A12 lijkt nu ook het spoor te raken. Het treinverkeer rondom Utrecht Centraal is sinds het begin van de middag ernstig ontregeld. Deze man staat ook vast. Ja, ik doe het zelf wel. Oké, voordat we het gaan hebben over hoe dit kan. Opnieuw zijn er in Nederland provincies waar het elektriciteitsnet vol is. Na problemen in Brabant, Gelderland en Zeeland is het elektriciteitsnet nu te vol in Den Haag, de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. Is het goed om even uit te zoomen? Wat is het stroomnet en hoe werkt het precies? Nou, onze elektriciteit wordt opgewekt met windmolens en in zonneweides, maar ook in elektriciteitscentrales. Die draaien vaak op gas, maar ook op biomassa, steenkolen, afval en kernenergie. De opgewekte stroom moet natuurlijk een keer bij onze huizen en bedrijven uitkomen. Dat gebeurt met deze jongens, hoogspanningsmasten. Die staan door heel Nederland en vormen samen het hoogspanningsnet. Onder hoge spanning van 110.000 tot 380.000 volt knallen zij stroom naar verdeelstations. Dat is een soort snelweg. En die verdeelstations, dat zijn een soort afritten. Ik ga er trouwens hier wel even af, want binnendoor is het misschien sneller. Hier wordt de stroom omgezet naar 10.000 volt en ondergrondse kabels ingestuurd. Noemen we middenspanning. Een beetje als deze provinciale weg waar we nu op rijden. Daarna komen we hier terecht, in transformatorhuisjes. Heb je vast wel eens zien staan in je wijk. Die zetten de stroom om in laagspanning en sturen het door naar scholen, supermarkten, gezondheidscentra, bedrijven en naar jou thuis. Ja, het is een beetje als een rotonde dus. Dan, hoe ga je? Niks. Wachten. Oh, dan kan je bel me als je gaat bewegen, ja? Hoe kan het nou dat we over iets wat zo vanzelfsprekend is, daar nu zo over praten? Het netwerk dreigt uit zijn voegen te barsten omdat de vraag naar elektriciteit groeit en het aanbod ook. Probleem 1. We leveren stroom
terug. Het elektriciteitsnet is lange tijd eenrichtingsverkeer geweest. Sinds we zonnepanelen hebben, is dit niet meer zo. Want op zonnige dagen wekken we meer stroom op dan we kunnen gebruiken. Ja, dat is groen en als je ze op je dak hebt, verdien je er ook nog eens aan. Maar al die extra stroom door die kabels pompen zorgt voor extra verkeer op het net. Tel daar ook nog eens de grote zonne- en windparken bij op en je krijgt echt dikke files op het stroomnet, waardoor kabels uiteindelijk kunnen doorbranden en de stroom uit kan vallen. Capuchon, maar ze kijken naar mij. Kaken op elkaar, broer, al ga je een tijd lang. Oeh, dat is mijn chef, die wil natuurlijk weten waar ik ben. Weet je wat? Zo. Probleem 2. We gebruiken steeds meer stroom. Koken op inductie, elektrisch rijden, warmtepomp. Bedrijven schakelen over van gas naar elektriciteit. En wat dacht je van die enorme datacenters? Hebben allemaal stroom nodig. En 3 is het weer. Het stroomnet moet altijd in balans zijn. Met andere woorden, we moeten evenveel produceren als verbruiken. Elektriciteit is namelijk heel lastig op te slaan. Dat is onhandig. Op dagen met veel wind en zon betekent dat, als er te weinig vraag is, afschalen van turbines en zonnepanelen. Maar andersom, op dagen waar het weer niet meewerkt, maar we wel veel stroom verbruiken, is dat lastiger. Elektriciteitscentrales moeten de boel dan aanvullen. Ging vroeger makkelijk, want we hadden veel centrales die energie opwekten met gas. Die kon je dan aan- en uitzetten wanneer je wilde, om zo de balans in het systeem te bewaren. Maar nu er steeds meer zonnepanelen en windmolens worden aangesloten, verdwijnen de gascentrales en is het dus lastiger om alles in balans te houden. Gelukkig hier wel stroom. Weet je, laat ook maar. Ik ga hier wel gaan wachten. Kunnen wij het hebben over de oplossingen? Deze minister gaat absoluut niet in uw meterkast kruipen. Maar er zijn wel slimmere manieren waarop we met z'n allen met dat stroomgebruik kunnen omgaan. Een miljardenlening van het kabinet aan netbeheerder Tennet om het stroomnet te verbeteren. Ja, maar hoe? Ja, je kunt elektriciteitscentrales bouwen, maar dat kost tijd en is, als je in 2030 70% van alle stroom uit hernieuwbare bronnen wil, een stap in de verkeerde richting. Meer windmolens? Nou, ook geen oplossing, want weet je nog deze kaart? Er is gewoon geen ruimte voor meer productie. Dus kabels dan? Ja, meer kabels ja. We moeten het stroomnet uitbreiden. En dat betekent meer hoogspanningslijnen, meer en dikkere kabels in de grond en meer verdeelstations. Maar kost tijd. 10 jaar soms wel. En daarnaast is er te weinig personeel en materiaal. En dan heb je ook nog stikstof. Maar tot nu toe hebben alleen bedrijven last van het volle net. Maar zonder ingrijpen gaan ook jij en ik er wat van merken. Want hoe gezellig dit ook met jou is, ik wil echt wel een keer uit deze lift. Oh, eindelijk. Hey Def. Hoezo ben jij er al? Hoezo ben jij er niet? Storing is gewoon voorbij, hè? Ja, storing is voorbij. Hey Def, dat hele stroomverhaal van jou. Ja. Kunnen wij nou, jij en ik, iets doen op de korte termijn? Ja, jawel, er is een soort workaround, zeg maar. Dus dat betekent minder stroom verbruiken op piekuren. Dus niet om 7 uur je wasmachine aanzetten en nou ja, wel doen als bijvoorbeeld de zon heel erg schijnt of als het heel hard waait. En? Moet even kijken. Ik zag dit kan misschien ook. Ja, wel bijzonder dat de televisie nog wel aan is. Oh shit, ja. Ik ben kapot. Maar ik wil nog wel 1 ding zeggen. Ja, we hebben de gebeurtenissen in deze video natuurlijk heel erg aangedikt. Volgens Netbeheer Nederland is ons energienet voor 99,9% betrouwbaar. In 2022 hadden Nederlanders 22 minuten geen stroom en 70 seconden geen gas. De kans dat een stroomstoring door overbelasting het halve land of hele provincies platlegt is echt nihil. Storingen in de laagspanning, dus wat jij en ik thuis binnenkrijgen, zullen altijd maar een relatief klein gebied treffen. Maar als we niks doen, zeggen experts, dan kan het wel dat we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met stroomuitval, waardoor je veel vaker een paar uur in het donker zit. Maar goed, hopelijk helpt deze video je wel beseffen dat we in ieder geval iets moeten doen. Oh, hij belt weer. Abonneren. Hey, Jur. Ja, nee. Staat erop. Alles elektriciteit, stroom je moeder, stroom je mij. Altijd verder dan de tijd, die rappers zijn verleden tijd. Alles elektriciteit, stroom je moeder, stroom je mij.
Stroom je moeder, stroom je mij.